Tony van der Rijt is de Woenselse woonwijk Het Hol het mooiste plekje van Eindhoven. Het Hol ligt direct boven winkelcentrum Woensel en het is een wijk waar Tony al 40 jaar met veel plezier woont. Wat maakt deze wijk zo bijzonder? Ja, dat is een combinatie van dingen. Het is ik vind hem architectonisch heel mooi. Het is een hele groene wijk. Het is een wijk met heel veel privacy van alle huizen. Een hele rustige wijk. En gewoon nog steeds mooi om door te lopen, om hier te vertoeven. Wat voor mensen wonen hier allemaal? Dat is ook een van de bijzonderheden van het wijk. Dat zijn heel gevarieerde mensen. De wijk is hier gebouwd met wel 20 verschillende type huizen. In allerlei prijsklassen. En dat maakt ook dat de wijk heel gevarieerd is. Dus sociaal-economische klassen, ook soorten beroepen. Dus heel verschillende mensen. En ik denk dat dat ook een stukje vitaliteit van de wijk in de wijk houdt. Tony vindt vooral de wijze waarop deze woonwijk 40 jaar geleden tot stand kwam zeer bijzonder. Nou, het is dus een idee geweest van wat mensen die vooral bij Philips werkten, veel bij het Natlab, ook bij de Technische Universiteit, en die ontevreden waren met de naoorlogse woningbouw. De rechte rijtjeshuizen, allemaal dezelfde huizen. Dus die wilden wat spannender architectuur. Dus die zijn toen begonnen met de eerste ideeën. Die hebben dan zelf het architectenbureau bijgezocht, wat bij hun ideeën paste. Die hebben een vereniging opgericht waarin je dus, als je een huis hier wilde kopen, lid van kon worden. En dus met heel veel inspraak van alle toekomstige bewoners is deze wijk tot stand gekomen. En hoe lang zijn ze daar al niet mee bezig geweest? Nou, dat is een hele tijd geweest, want de eerste plannen zijn al in de jaren 60 ontstaan. Ik denk dat het wel 10 jaar geduurd heeft voor de wijk er was. In die 10 jaar is geprobeerd om allerlei vormen van architectuur toe te passen. Het Hol kenmerkt zich dan ook door een grote verscheidenheid van type woningen. De hele wijk zullen zo'n 20 types zijn. Nou, dat varieert echt van wat we hier zien: een grote vrijstaande villa, patio bungalows, wat toch wat meer rijtjeshuizen, maar dan ook toch in verschillende vormen en grootte. Ook die patio bungalows zijn in verschillende vormen en grootte. We hebben in het noorden zijn er flats. Dus je hebt allerlei typen, heel gemalleerd, en die staan ook allemaal door elkaar. Eén type huis dat er voor Tony uitspringt is de zogeheten geschakelde woning. Als je kijkt, dan zie je iedere keer twee huizen die hebben de voordeur aan deze kant. En de twee huizen daarnaast hebben de achterkant aan deze kant van de straat. En ook binnenin zijn ze dus geschakeld. Ze lopen een stukje in elkaar over. En ook de verdiepingen, dat zijn zogenaamde split level woningen. Dus je hebt iedere keer halve etages met een trapje ertussen, waardoor je heel speelse ruimte krijgt in deze huizen. Als een van de eerste bewoners is Tony nog steeds trots op de wijk. Ja, ik denk dat het nog steeds voor architectuur een interessante wijk is. Dat merken we ook. Er zijn toch boekjes over. Er is een paar jaar geleden tentoonstelling over geweest. Het is nog steeds architectonisch gewoon een bijzondere wijk. Ja. Eindhoven weet nu meer over de oorsprong van het Hol. Volgende week laat weer iemand anders zijn mooiste plekje van Eindhoven zien. Dat is een HAVO eindexamenkandidaat nu, die heel erg geïnteresseerd is in geschiedenis, zich met archeologie bezighoudt, dat ook gaat doen, en die wel erg enthousiast was om na te denken over wat hij het leukste plekje vindt.